U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Wat wolkenvelden boven Nederland, maar zeker ook gebieden waar opklaringen voorkomen. Nevel lost snel op en daarna schijnt de zon geregeld afgewisseld door die wolkenvelden. Dat dan wel vanochtend temperaturen rond 16 graden en er staat slechts een zwakke hooguitmatige wind uit het oosten tot noordoosten. Vanmiddag lopen de temperaturen wat verder op, dan wordt het 21 tot maximaal 24 graden. Het meeste zon in het zuiden van het land, in het noorden en misschien ook in het midden. Een enkele bui, daar zou een klap onweer bij kunnen zitten. Vanavond wat dat betreft nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het droog en klaart het weer op. In de avond temperaturen rond 18 graden. Dan gaan we naar morgen, dan hebben we een dag met volop zonneschijn. Het blijft droog en de temperaturen lopen hoog op voor de tijd van het jaar. Het wordt 23 en lokaal zelfs 25 graden. De wind komt nog altijd niet verder dan een matige wind, windkracht 3. Dan gaan we naar de donderdag. Dan is er in het uiterste zuiden een kleine kans op een bui. Vrijdag is die buienkans wat groter. Opnieuw met name in de zuidelijke helft van het land. Temperaturen blijven nog hoog. In het weekeinde gaat het kwik iets omlaag. Komen we rond 21 graden uit. En ook dan is er nog kans op een bui. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.